Hey, ik ben blij om hier weer te staan en om iets met jullie te delen. En ik denk dat ik iets te delen heb met jullie, iets aan jullie wil geven vandaag, wat goed en bemoedigend is voor jullie. Iets waar ik de afgelopen tijd doorheen ga en waar ik eigenlijk best wel ook een beetje mee worstel, als ik eerlijk moet zijn. Dus als je me af en toe een beetje emotioneel ziet worden, misschien ook niet, dat kan, dat weet ik niet. We zullen het vanzelf meemaken. Dan weet je waarom het is, want het is iets wat waar ik doorheen ga de afgelopen paar maanden. Maar ik geloof dus dat het iets is wat jullie kan en zal bemoedigen. En laten we eerst het Bijbelgedeelte gaan lezen wat de backbone is van mijn preek vandaag. En dat is Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Komt-ie. Iedereen heeft zijn Bijbel bij de hand. Ik hoor geen blaadjes. Waarschijnlijk alleen maar telefoons, maar komt-ie. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat we vandaag met deze geweldige mensen hier in deze kerk bij elkaar mogen zijn, Heer. Heer, dank u wel dat u ook in ons midden bent, Heer. Want daar waar twee of meer verzameld zijn in mijn naam, daar zult u aanwezig zijn. Dat is uw belofte, Heer. En ik dank u, Heer, dat we vandaag uw woord mogen openslaan. En dat we uw zaad, uw woord mogen ontvangen, Heer. En dat het niet alleen blijdschap zou geven op dit moment, Heer. Maar dat het ons zal ondersteunen de hele week door, ons hele leven door. En dat het vrucht mag dragen in ons leven. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Hey, zoals de meesten van jullie wel weten, hebben Sarah en Lloyd een jaar en 3 maanden geleden een behoorlijk heftig ongeluk gehad. Ik begin al, zie je al. Waarbij ze met de auto volle bak tegen een boom aan zijn geklapt. En dat is behoorlijk heftig geweest. En Sarah had haar, onder andere haar kaak, op 2 plaatsen gebroken. En een tijdje geleden, ik denk 2 weken geleden, zaten we met z'n 4 in de auto. En uit het niets zei Sarah opeens: hey papa, ik heb mijn kaak gebroken gehad en jij ook. Dus we zijn hetzelfde. Ik begon te lachen en ik zei natuurlijk tegen haar van: ja schatje, daar heb je helemaal gelijk in. We zijn hetzelfde. En van het een kwam het andere en opeens hadden we het over alle dingen die ik vroeger had gedaan. Alle breuken die ik had gehad, alle kneuzingen, alle domme dingen die ik gedaan heb. Hoe ik uit bomen ben gevallen. En opeens begon ik alles op te sommen wat ik gedaan had. En die lijst was eigenlijk langer dan dat ik van tevoren had verwacht. Toen ik kleiner was, ben ik gaan schaatsen en ben ik met het punt van mijn schaats, ik weet niet meer welke van de twee, maar één van de twee, in het ijs blijven hangen. En ben ik volle bak met mijn hoofd op het ijs geklapt. Bam! Hersenschudding. Daarna ben ik een keertje, ook toen ik jonger was, ben ik met de fiets ik ergens in een paadje bij ons in de buurt, waar we toen woonden. En het was behoorlijk regenachtig, het was glad, er lag mos op dat paadje, zeg maar. En toen ben ik onderuit gegaan en ben ik met mijn hoofd volle bak op de schutting gevallen. En je raadt het nooit, weer een hersenschudding.
Een andere keer ben ik met een klein, weet je, zo'n klein BMX-fietsje, zo'n stuntfietsje, ben ik van een zelfgemaakte, ik zie jullie al een beetje lachen, is helemaal niet grappig hoor, ben ik van zo'n zelfgemaakte schans afgegaan van ongeveer een meter hoog. En ik ging erop en ik dacht op dat moment echt dat ik Superman was. Totdat ik 2 seconden later met mijn hoofd volle bak op het asfalt lag en een paar minuten buiten Westen ben geweest. Ik heb dat stuk, dat is er niet meer, ik weet niet waar het is. En ik had weer een hersenschudding. Deze keer geen lichte hersenschudding zoals die andere 2 keren, maar een zware hersenschudding. En ik zie jullie al denken, 3 keer een hersenschudding, 2 keer een lichte, 1 keer een zware. En dan is die jongen nog steeds zo slim. Ik snap dat jullie denken, dat is natuurlijk de genade van God. Moet je nagaan hoe slim God mij eigenlijk wel niet gemaakt had. Flauwekul, ja alhoewel. Maar daar stopte de lijst niet. We zaten dus te rijden en ik was nog verder aan het gaan. 3 keer mijn enkelbanden ingescheurd met voetbal. Ik had elke week grote schaafwonden op mijn bovenbeen. Omdat we bij de club waar ik voetbalde op kunstgras speelde en ik was verdediger. Ja, je doet alles voor die bal, dus je laat die aanvallen er niet doorgaan. Met het risico dat je grote schaafwonden hebt. Dat je toen nog mijn vriendin alcohol op mijn been ging doen en zat te lachen. Terwijl ik gewoon pijn had. De broek in je been plakt. Ik ging van een balkon af, ik sprong van een 2 meter hoog balkon af, kwam verkeerd op mijn pols terecht, brak mijn pols. Ik klom in bomen, ik viel uit bomen. Ik weet niet wat er allemaal wel niet voorbij kwam in de auto. Het grappige is, op dat moment dacht ik wel bij mezelf van, man, eigenlijk wil ik jullie niet eens alles vertellen. Want sommige dingen, dat is nog niet bestemd voor jullie. Sommige dingen wil ik gewoon dat jullie eigenlijk niet weten wat ik vroeger gedaan had. Met vuurwerk spelen, hè, tijdens oud en nieuw. En dat je de halve dag een tuut in je oor hebt, omdat vuurwerk net iets te dicht bij je hoofd ontploft is. Van, wat hebben we nog meer gedaan? Oh ja, ik woonde in Gaven. Ik weet niet, kent iedereen Gaven hier? Daar hebben ze een scheepswerf. Nou, wat wij deden is, we gingen langs die scheepwerf, had je een hoge muur. Daar klommen wij op en dan sprongen we het water in. En dat was een paar meter hoog. Maar we wisten niet wat er allemaal onder het water zat. Want daar lieten ze boten ter water. Allemaal van dat soort gekke dingen deden wij. Ik was echt nergens bang voor. Als er een jongetje in je klas zat, als je op de middelbare school of de basisschool zat, die je kon uitdagen om iets te doen, dan was ik het wel. Ik deed al die dingen die anderen niet durfden. Ik was eigenlijk gewoon nergens bang voor. Gewoon gaan met die banaan, zoals ik het zou zeggen. En dan sta ik nu hier, 20 jaar later. En dan heb je 2 prachtige dochters, ben je getrouwd, ben je wat ouder geworden en dan merk je dat... gaan met die banaan, iets minder gaan met die banaan is. Dat je iets minder snel de dingen durft die je vroeger wel durfde. Zijn hier mensen boven de 30 die weten wat ik bedoel? Misschien ouders. Misschien jullie niet net zoals ik. Maar ik hou mijn kinderen altijd met een schuin oog in de gaten. Ik ben een heel stuk voorzichtiger geworden. Ook omdat ik natuurlijk weet wat de consequenties kunnen zijn van het gedrag dat ik heb. Ik merk aan mezelf dat ik meer berekenend ben geworden, bewuster. Ik heb iets beter in de gaten wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maar als ik mijn vroegere ik tegenover mijn huidige ik zou zeggen, dan weet ik zeker dat mijn vroegere ik, de raddraaier die ik toen ook was, 1 ding zou zeggen tegen mij nu. En die zou heel hard zeggen, bang is scheiterd. Dat weet ik zeker. De jonge Michiel zou tegen de oude Michiel zeggen, wat ben jij een bange scheid, het zeg. Maar ik ken dus beide kanten van het verhaal. De nu, de iets meer berekende Michiel. De wat als Michiel. De Michiel die naar het turnen van zijn dochter zit te kijken. En hangt ze aan zo'n balk van 1,5 meter à 2 meter hoog. In mijn hoofd is dat 1,5 meter, 2 kilometer hoog. Maar dan zie je haar zwieren en dan merk je dat je hart af en toe een sprongetje maakt van, woe, als dat maar goed gaat. Maar ik ken ook de kant van vroeger. De Michiel die, wat al stond niet eens in mijn woordenboek. Ik dacht niet eens na over wat als. Dus vroeger het onbevreesde, nooit bang zijn gevoel. En nu het gevoel af en toe dat je, mag ik eerlijk zijn, dat ik soms best wel eens bang ben. Mag ik dat zeggen tegen jullie? Soms dat gevoel dat ik wel eens bang ben. Wie kent dat?
Mag ik heel eerlijk zijn, als ik kijk naar die tekst in Jozua 1 vers 9, dan zie ik daar staan in Jozua 1 vers 1 tot en met 9, dat God zegt, wees niet ontsteld, schrik niet. Met andere woorden zegt God tegen Jozua, wees niet bang. Maar ik heb soms wel dat ontstelde, dat bange gevoel. Als ik heel eerlijk ben, wat ik net zei, als ik naar het turnen ga, dan schrik ik soms wel. En ik denk dat deels ook te maken heeft met wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is sinds kerst 2022. Om een kleine opsomming te noemen. Ik zat op kerstavond met mijn broer in het ziekenhuis omdat hij opeens een ondraaglijke pijn kreeg. Tweede kerstdag kregen we opeens het belletje van Allen en Nani en de kids dat ze een ernstig ongeluk hadden gehad. In de week na kerst heeft mijn moeder in het ziekenhuis gelegen en dat was kantje boord. Ik ben dankbaar voor wat daar gedaan is, maar mijn moeder had er niet meer kunnen zijn. Een paar weken geleden is de oma van Lloyd plotseling uit het niets overleden. Deze week hebben we bericht gekregen dat ook iemand uit de familie in Angola is overleden. En mijn vader is op dit moment aan het strijden tegen een enorm afschuwelijke ziekte. Dus ja, soms ben ik wel eens bang. Soms stel ik mezelf wel eens die vraag, Heer, what is going on? En ik denk niet dat ik de enige ben. Ik denk dat iedereen die hier zit precies weet wat ik bedoel. En misschien ga je niet door hetzelfde heen waar wij op dit moment doorheen gaan. Maar iedereen heeft zijn eigen dingen. Iedereen heeft zijn eigen kruis te dragen. Iedereen heeft zijn eigen situaties waar die doorheen gaat. En precies dan komt die tekst uit Jozua 1 vers 9. Kijk wat God zegt in vers 9. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld. Met andere woorden zegt God tegen Jozua, wees sterk en moedig, schrik niet, wees niet bang. Maar Heer, als ik heel eerlijk ben, dan worstel ik met die tekst, want ik ben wel bang. Heer, ik weet het soms gewoon even niet. En dan heb ik het gevoel dat God tegen mij fluistert, maar Michiel, precies met die reden spreek ik die woorden uit tegen Jozua en tegen jou. Want ik weet dat er seizoenen zullen zijn. En ik wist dat er seizoenen zouden komen in het leven van Jozua dat hij wel bang zou zijn. Ik wist dat er seizoenen zouden komen in het leven van Jozua dat hij niet wist wat hij precies moest doen. Dat hij pijn en verdriet had. En precies op dat moment zegt God, wees niet bang. Weet je, als we nooit bang zouden zijn in het leven, als we nooit met pijn en verdriet zouden hoeven te worstelen, dan had God die woorden niet hoeven uit te spreken. Tegen mijn jonge ik had God niet hoeven te zeggen, wees niet bang. Hoezo wees niet bang? Ik doe alles. Maar nu heb ik het nodig. In de situaties waar we doorheen gaan in het leven, in de gebroken wereld waarin we leven, zegt God vandaag tegen ons, wees niet bang. Want ik weet dat we in een gebroken wereld leven. Ik weet dat niet alles perfect gaat. God zegt, wees niet bang. En wat ik zo mooi vind, en dat is punt 1 van vandaag. Na dat stukje van wees niet bang, staat er eerst één woordje. Want. Want. Punt 1 is, want ik ben met je overal en altijd. In vers 9, we gaan hem aflezen. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Weet, ik zie nergens in de Bijbel staan dat God de belofte maakt dat we niet door stormen gaan. Ik zie nergens staan dat God de belofte doet van je leven zal van een leien dakje afgaan. Die illusie moeten we uit ons hoofd halen als we ja zeggen tegen Jezus. Jezus belooft ons zelfs, en ik zal de tekst zo meteen lezen, dat de stormen gaan komen in je leven. Maar ik zie wel één belofte altijd voorbij komen. Dat is, ik ben met jou voor de storm, in de storm en na de storm.
Dat is de belofte die God ons altijd geeft. Keer op keer. Het maakt niet uit waar je doorheen gaat. God zegt, ik ben met je overal waar je gaat. Misschien moet ik wel zeggen, overal waar je doorheen gaat. Kijk hoe mooi het in vers 5 staat. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Weet je, dit is een tekst uit het Oude Testament. Zij hadden Jezus nog niet eens. Kijk hoe geweldig wij het mogen hebben als kerk op dit moment. Jezus heeft zijn leven aan het kruis gegeven. Hij is gestorven voor jou en mij. Hij is opgestaan uit het graf. En hij heeft de hemel geopend voor jou en voor mij. Hoe mooi is dat? Zijn naam is zelfs Emmanuel. God is met ons. Kijk hoe het staat in Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Het is Jezus die spreekt. Opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking of moeilijkheden of problemen hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus belooft ons dat er verdrukking zal komen. Verdrukking zal komen. Dat is het eerste wat hij zegt. Maar het mooie is dat hij er meteen op aanhaakt zegt. Maar heb goede moed. Want ik heb de wereld die jou verdrukt, de gebrokenheid in de wereld. Ik heb die overwonnen. Weet je, stormen komen, stormen gaan. Maar Jezus, de rots, zal blijven staan. Weet je, Jesaja 26 vers 4, daar wordt Jezus de eeuwige rots genoemd. De rots van eeuwigheid of van eeuwigheden. Weet je wat het mooie is? Seizoenen, stormen, ze komen en ze gaan en ze blijven komen en ze blijven gaan en ze blijven komen en ze blijven gaan. Maar de Bijbel belooft dus dat Jezus de rots is die zal blijven staan. Corona kan komen, maar ook corona gaat weer voorbij. Kijk hoe we onze hele wereld op de kop hebben gezet voor corona. En met alle respect voor alle mensen die daaraan geleden hebben of die daaraan gestorven zijn. Daar zeg ik niks van. Maar ook corona is voorbij gegaan. Of moet nog een beetje voorbij gaan. Maar jullie snappen het punt wat ik wil maken. Seizoenen komen, seizoenen gaan. Maar er is er eentje die blijft staan. En dat is Jezus. En in de Bijbel belooft hij dat hij met ons zal zijn. Altijd, alle dagen van ons leven. Ik heb punt 2. Seizoenen geven hoop. Als je notities maakt, dan wil ik je vragen om de volgende twee dingen op te schrijven. Volgende twee statements. De eerste is, niks is permanent behalve God en zijn beloftes. Laten we dat samen zeggen. Niks is permanent behalve God en zijn beloftes. En het tweede statement is, God belooft dat niks permanent is. En dat is geweldig om te weten, zeker als je in een moeilijk seizoen zit. Kijk wat er in Prediker 3 vers 1 staat. To everything there is a season. And a time to every purpose under the heavens. Er is voor alles een seizoen. Voor alles is een bepaalde tijd. Kijk wat er in Genesis 8 vers 22 staat. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. God doet een belofte in deze twee teksten. God belooft jou en mij dat datgene waar we doorheen gaan, dat slechts tijdelijk is en voor een seizoen. Hij zegt met andere woorden, datgene waar je doorheen gaat, zal niet voor altijd duren. En ik geloof echt dat dat de reden is waarom God tegen Jozua, maar ook tegen jou en mij zegt, wees niet bang. Het seizoen zal niet voor altijd duren. Er komt een nieuw seizoen aan. Weet je wat vaak het probleem is met ons? Wij zien alleen het seizoen waar we op dit moment in zitten.
Maar God niet. God ziet alle seizoenen die komen en die gaan. Hij overziet de gehele tijd waar wij vaak vastzitten in het moment waar we op dit moment in zitten. Ik moet dan altijd denken aan de discipelen in de boot. De discipelen die in de boot zaten in de storm. In, volgens mij is het Matthäus 7, 8 daar ergens in de buurt. Ik weet het niet precies. Marcus 6, 7 daar ergens. En je ziet dat ze in de storm zitten. En ze weten het niet. En ze gaan op een gegeven moment naar Jezus toe en ze zeggen: Jezus, kan het u dan helemaal niks interesseren waar we doorheen gaan? En Jezus staat op. En Jezus relaxed als die is, altijd natuurlijk. Niet net zoals Petrus. Zoals wij zijn. Misschien ik, misschien jullie niet, maar ik wel. Als ik door zijn stormen ga. En Jezus staat rustig op en Jezus zegt: stil. Alles klaar. Het grappige is, ze gingen in dat hoofdstuk door de storm. Als je het volgende hoofdstuk leest, dan zie je alleen maar wonderen en tekenen gebeuren. Wij zitten vaak vast in één hoofdstuk. Maar Jezus zegt: maak je niet zo druk. Het volgende hoofdstuk komt er ook nog aan. Zolang jij hier nog bent, zolang jij nog ademt, ben ik niet klaar met jou. En gaat het volgende hoofdstuk komen. Seizoenen komen en seizoenen zullen ook weer gaan. Weet je, sommigen van ons zitten nu misschien wel in de nacht. Misschien zitten wij in die plaats waar we soms wel eens bang zijn. En als ik eerlijk ben, merk ik dat aan mezelf. Dat ik soms wel bang ben in dit seizoen. Maar ik weet dit. De belofte die God doet in Genesis 8 vers 22 is: de nacht is er, maar de zon zal weer gaan schijnen. Misschien zit je nu in de winter en heb je het koud. Weet dit. De lente met de vogeltjes. We kijken naar buiten. De lente met de vogeltjes. Het zonnige weer. De bloemetjes die beginnen op te springen. De lammetjes die rondhuppelen. Die komen er weer aan. En zelfs het seizoen van de zomer waarin jij je barbecue kan aanzetten. Die komt er ook weer aan. Ja, je kunt in de winter zitten. Maar weet dit. De zomer komt er aan. Mag ik iets vragen? Als de winter eraan komt, hè, zomer is geweest, dan komt eerst de herfst. Ik moet altijd met die seizoenen. Eerst komt de herfst. Wat doe je met je zwemkleren en met je t-shirts? Gooi je ze allemaal weg? Wie doet dat? Mag ik vingers zien? Wie gooit al zijn zomerkleren weg als de zomer voorbij is? Niemand. Niemand. Dus als de winter eraan komt, dan hou je netjes al je zomerkleren netjes in je kast. Klopt, netjes? Zitten er een paar, ik zie sommigen lachen, dus jullie weten wat ik bedoel. Als de zomer voorbij is, de herfst komt eraan, de winter komt eraan, gooi je niet al je zomerkleren weg. Waarom doe je dat? Je bewaart ze voor volgend jaar. Waarom? Precies, omdat je weet dat de zomer er weer aankomt. Man, church. Als de winter eraan komt, dan gooi je niet al je zomerkleren weg. Als er een zwaar seizoen aankomt met stormen, met kou, waarin je je auto moet gaan krabben, waarin je op de fiets zit, je handen vriezen er half af, je oren beginnen pijn te doen, dan gooi je niet al je zomerkleding weg. Je stapelt ze netjes op, omdat je weet dat de zomer er weer aankomt. En dit is precies hetzelfde in ons leven. Wanneer je door die storm gaat, wanneer je door die winter gaat, gooi alsjeblieft niet al je hoop weg. Want als de winter komt, dan weten we zeker dat de zomer er ook weer aan zit te komen. Weet je wat het probleem tegenwoordig is in deze wereld? We denken allemaal dat seizoenen permanent zijn. Maar God belooft in Prediker en God belooft in Genesis 8 dat seizoenen niet permanent zijn. Mag ik dit zeggen? En ik zeg het met alle voorzichtigheid. Maar mensen die zelfmoord plegen, die denken dat seizoenen permanent zijn. Die denken dat datgene waar ze in zitten, dat permanent is. En het probleem is, als wij denken dat het permanent is, dat wij verkeerde keuzes gaan maken. Wij maken vaak keuzes, wij maken, laat ik het zo zeggen, permanente keuzes in een tijdelijk seizoen. Maak nooit keuzes gebaseerd op iets wat tijdelijk is, maar maak keuzes voor de lange termijn. Dat je weet dat er weer een ander seizoen aan zit te komen.
Weet je wat ik mooi vind? Ik heb dat opgezocht. In het Latijns, het woord voor seizoen. Je moet maar eens opzoeken waar seizoen vandaan komt. Dat komt van, volgens mij, als ik het goed zeg, seizoen in het Nederlands komt volgens mij van een Frans woord. Je moet dat thuis maar eens gaan opzoeken. Maar het Latijnse woord voor seizoen is tempore. Of in het Portugees zeggen ze temporada. En als ik dan moet nadenken, dan denk ik aan het Engelse woord van temporary. Hey, tijdelijk. Zelfs het woord in het Latijn voor seizoen zegt al dat het tijdelijk is. Dit seizoen is tijdelijk. Maar de God waar jij je aan vasthoudt, is voor eeuwig. Ik wil nog graag twee punten delen met jullie. Mag dat? Jullie weten toch wat ik ga zeggen. Al zou je nee zeggen, maar ik wil jullie goedkeuring daarin wel hebben. Komt-ie. Of jullie toestemming, laat ik het zo zeggen. Punt 3 is, seizoenen zorgen dat we vruchtbaar zijn. Nou, oké, kerk, als je Nederlanders een beetje goed kent, of je bent er zelf een, nou, jullie niet als Nederlanders, maar ik wel, wij kunnen enorm goed klagen over het weer. Iedereen begint te lachen. Ik vind het altijd leuk, hè? Iedereen begint te lachen. Ze zeggen niet ja, maar ze lachen waarmee ze eigenlijk gewoon zeggen, ja, ik snap wat je zegt. In de herfst of in de lente zeggen we, ah, het regent te veel. In de zomer zeggen we, het is wel warm, hè? En in de winter zeggen we, ah, kan die zomer nog niet komen? Weet je, in Nederland mogen we echt enorm dankbaar zijn voor alle seizoenen die we hebben. Want die seizoenen zorgen ervoor, en zeker de regen, dat ons land enorm vruchtbaar is. De seizoenen zorgen voor een vruchtbare grond. Weet jullie wat de eerste opdracht is van God aan de mens? Laten we Genesis 1 vers 28 lezen. God heeft alles geschapen. Ook de mens. En het eerste wat hij zegt, terwijl hij de mens zegent, is dit. Luister goed. En God zegende ze, Adam en Eva, en zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. De allereerste opdracht die God aan de mens geeft is, wees vruchtbaar. En natuurlijk gaat dit over het krijgen van kinderen, want ze moesten de aarde vervullen, right? Maar ik denk dat dit ook gaat over het vruchtbaar zijn in alles wat je doet in het leven. In je manier van denken, in de manier van praten, in de dingen die je doet, in de manier, in je gaven en talenten die God je heeft gegeven. Ik geloof echt dat God ons allemaal de opdracht heeft gegeven om vruchtbaar te zijn in de breedste zin van het woord. En kijk dan wat er staat in Psalm 1 vers 1 tot en met 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Even voor thuisstudie. Als je deze tekst, langs die tekst van Jozua 1 vers 1 tot en met 9 leest, dan zie je zoveel overeenkomsten. Ga dat thuis even lezen. Ik moest dat even gezegd hebben, maar dan heb je thuis alvast huiswerk. Maar wat ik zo mooi vind om hier te zien, is dat je het vruchtgeven gekoppeld ziet worden aan het woord seizoen. En ik geloof oprecht, wat ik net al zei, dat zoals de natuur seizoenen nodig heeft, zo hebben ook jij en ik seizoenen nodig. De enige manier waarop we die eerste opdracht die God ons als mens geeft kunnen uitvoeren, is doordat we door seizoenen heen gaan. En dat is zo belangrijk om te weten. In de zomer hoef je dat niet zo echt goed te onthouden. Want in de zomer gaat alles happy clappy goed, ben je vrolijk. Weet je, praise the Lord, halleluja. Vooral in de winter moet je je daar bewust van zijn. Ik zit nu in een seizoen wat niet fijn is. Ik zit nu in een seizoen wat koud. Ik ben niet van de winter trouwens. Er kunnen best mensen zijn die van de winter zijn, maar ik niet. Daarom dat de winter voor mij een negatieve connotatie heeft. Maar oké. Maar in de winter moet je weten dat je seizoenen nodig hebt. Dat je dat seizoen nodig hebt om vruchtbaar te zijn. Als je in de storm zit, moet je weten, ik heb deze storm blijkbaar op de een of andere manier
nodig. Niet dat alles wat je overkomt per se goed is, dat wil ik daar niet mee zeggen. Maar het gaat er wel om hoe we met het seizoen en hoe we met de storm omgaan die onze kant afkomt, op ons afkomt. Wij bepalen niet altijd wat er met ons gebeurt, maar we kunnen altijd bepalen hoe we reageren in de situatie waar we middenin zitten. Ik moet denken aan stormen. Hè. Is je ooit opgevallen hoe een storm een reinigend effect kan hebben op de natuur? Denk eens aan al die blaadjes die van de boom vallen en dan begint er opeens een wind te waaien. Alsof je zo'n bladblazer hebt, weet je wel. De natuur heeft zijn eigen bladblazer. En al die blaadjes worden weggewaaid. En die blaadjes, bij ons heb je zo'n bosrand. We wonen aan de boskant in Langeboom. En dan zie je opeens al die blaadjes gaan eigenlijk zo het bos in. En die blaadjes die vallen daar op de bodem. En als je een beetje naar het klokhuis kijkt en dat soort dingen, dan zie je dat er eigenlijk levende organismen zich nestelen in die blaadjes. Die blaadjes opeten, uiteindelijk die blaadjes ook weer uitpoepen. En die poep en alles wat daar gebeurt, die diversiteit en organismen die er komen door die blaadjes, zijn heel erg goed voor de grond. Waardoor de bomen weer kunnen groeien en plantjes en bla bla bla. Maar je ziet dus dat de natuur in zichzelf een soort bladblazer heeft. Waardoor door het moment van die storm de natuur zichzelf opruimt en daardoor weer vruchtbaar wordt. Hoe mooi is dat? Denk eens aan de storm. Als er een boom staat, die heeft van die half rotte takken. Die takken worden er door die storm afgewaaid. Zodat die boom, want die boom kan zichzelf niet zagen, die kan niks van zichzelf afhalen, want hij heeft geen armen en benen en heeft geen zaag om die dingen eraf te halen. Maar de natuur zorgt ervoor met een storm dat die rotte en halfdode takken worden afgebroken, zodat die boom zich weer kan focussen op de gezonde takken, op de blaadjes en op de vruchten die er in die boom hangen. Weet je, als je die dingen hoort, dan ga je op een hele andere manier naar een storm kijken. Dan ga je niet denken, ik wil geen storm meer. Dan ga je bijna zeggen, laat die storm maar komen. Want ik heb het nodig dat de rotte takken van mijn leven afgerukt worden. Ik heb het nodig dat die halfdode dingen die ik niet meer nodig heb, die mij eigenlijk afleiden van hetgeen waartoe God mij geroepen heeft, vruchtbaar zijn, dat die afgebroken worden, zodat ik me kan gaan focussen op het dragen van vruchten. En ik zeg dat nu heel makkelijk, hè, nogmaals. Want jullie zagen hoe ik begon. En hoe het soms enorm zwaar is als je door een storm gaat. Maar ik wil je helpen om een stuk perspectief te krijgen op de seizoenen waar je doorheen gaat. Seizoenen zorgen ervoor dat we vruchtbaar zijn. Kijk wat Jezus zegt in Johannes 15, vers 2. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, laat hij rustig hangen, zodat ze gewoon lekker kunnen relaxen. Nee, dat staat er niet. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten voortbrengt. We hebben seizoenen van snoei nodig. Is het fijn? Nee. Hebben we het nodig? Ja, want God roept ons op om vrucht te dragen. Oké, mijn laatste punt. Punt 4. Seizoenen maken ons tasty. Zeg even tegen degene die naast je zit, you look tasty. Ik hoop nogmaals, dat zeg ik vaker, je moet dat ondertussen weten. Hè, als ik zoiets ga zeggen, dat je dat als eerst als man tegen je vrouw moet zeggen. Luister, ik ben niet verantwoordelijk uiteindelijk voor wat je zegt. Je hebt nog steeds een eigen keuze om te bepalen wat er uit je mond komt. Als je straks ruzie hebt in de auto, omdat je eerst tegen iemand anders zei, you look tasty, dan tegen je eigen vrouw, is dat je eigen verantwoordelijkheid. Kom niet bij mij, ik wil geen belletjes of appjes krijgen van, ja, ik heb ruzie met mijn vrouw, omdat ik eerst tegen iemand anders zei, you look tasty. Altijd nadenken over wat je doet. Flauwekul, hoop ik. Ik kan het makkelijk zeggen als ik hier sta. Hè? Maar ik geloof oprecht dat seizoenen ons tasty maken. Ons beter van smaak maken. Ja, seizoenen, punt 3, zorgen ervoor dat we vrucht dragen. Maar seizoenen zorgen er ook voor dat we smaakvolle vruchten voortbrengen. En daar kom ik weer. Luister goed. Alleen het woord in het Engels voor het kruiden of op smaak brengen
doet me daar al aan denken. Wat zeg je als je iets op smaak wil brengen? To season. Wat? Wacht even. Het woord voor seizoen in het Engels is season. Maar als je iets op smaak wil brengen, dan zeg je to season. Wat? Hoe mooi is dat? Right? Ik ga het nog een stukje verder nemen. We hadden het net over Portugees, toch? In het Portugees seizoen, je hebt twee verschillende woorden, maar één van de woorden is temporada voor seizoen. Weet je wat je in het Portugees zegt voor het op smaak brengen en het kruiden van je eten? Temperar. Ook daar zie je weer precies dezelfde woorden voorbij komen. En ik geloof niet dat dat toeval is. Seizoen, season, temporada, op smaak brengen, to season, temperar. Hoe mooi is dat? We hebben seizoenen nodig, zodat we smaakvolle vruchten kunnen voortbrengen. Tasty. Kijk wat Jezus zegt in Matthäus 5, vers 13. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Weet je wat ik zo mooi vind? Jezus roept ons niet alleen op om het zout der aarde te zijn, maar om smaakvol zout te zijn. Want als het zout zijn smaak verloren is, zal het weggegooid worden. En het hoeft niet eens door God vertrapt te worden, het zal door mensen vertrapt worden. God roept ons op om smaakvolle vruchten voort te brengen. En dat moeten we voor ogen houden, dat in het moment waar we in zitten, de storm waar we misschien doorheen gaan, dat dat seizoen ons helpt om die smaakvolle vrucht daadwerkelijk voort te brengen. Weet je, kerk, er zijn momenten en er zijn seizoenen waarop we bang zijn. Waarop we het misschien even niet meer weten. Dat we tegen God zeggen, Heer, what is going on? Dan mag je weten dat God tegen je zegt, wees niet bang. Ik weet waar je doorheen gaat. Ik ken je angsten, ik ken je pijn, ik ken je verdriet. Jezus ging zelfs bloed zweten, net voordat hij aan het kruis kwam, door de angst die over hem heen kwam. Ik denk dat dat een beeld is om te laten zien, ik weet waar jullie doorheen gaan. Ik heb dezelfde pijn en de angst gehad die ook jullie gehad hebben. En ik neem het met me mee aan het kruis. En ik laat die pijn en dat verdriet en die angst laat ik aan het kruis nagelen, zodat het daar achter zal blijven. Want ik zal opstaan uit de dood en ik zal laten zien dat ik daadwerkelijk Emmanuel ben. Ik ben God is met ons. Wees niet bang, door welke storm je ook heen gaat, in welk seizoen je ook zit. Weet dit, God is met je overal waar je gaat. Overal waar je doorheen gaat. We mogen de hoop hebben dat alles in het leven met seizoenen gaat. Zolang als de aarde al bestaat en zolang als de aarde zal blijven bestaan, belooft God ons dat alles met seizoenen gaat. Dag en nacht, zaaien en oosten, winter, lente, zomer, herfst. Maakt niet uit in welk seizoen je zit, weet dat er een volgend seizoen aan zit te komen. Zoals ze het in het Engels zeggen, als ik het goed zeg, this chapter is not your last chapter. Ik geloof dat the next chapter will be your best chapter. Het volgende hoofdstuk dat eraan zit te komen, gaat een goed hoofdstuk voor je zijn. Hou vast in het seizoen waarin je nu in zit. Houd vast aan God. Stem je af op hem. Leer van hem in de storm of de winter of de nacht waar je op dit moment in zit. En ga zien de vrucht in je volgende seizoen. Dat bid ik over jullie uit. Dat spreek ik over jullie uit. Dat no matter welke storm je doorheen gaat, dat God het volgende seizoen beter zal maken. Dat hij dit seizoen waar je nu in zit, een seizoen zal maken, zal laten zijn waarbij hij alle dorre takken van je afbreekt, zodat jij vrucht kan dragen en zodat jij tot zegen kan zijn voor de wereld om je heen. Amen.